Arnold Buren. Johan Cruijff. Die ziet dat Marco van Basten. Geen controle, hè? Dit was van een van de twee spitsen. Siloy houdt de bal binnen, maar het is buitenspel van Marco van Basten. Want dan staat het voor de taak om drie keer te scoren tegen de als solide bekendstaande Zweedse verdediging. Een Zweedse verdediging die bovendien uit mannetjesputters bestaat. Wel is er gefloten voor een vrije trap door. Enqvist, Erlandsson, Spelbos, Jönsson, Rijkaard. Paasje binnendoor mislukte, maar Jönsson speelt de bal te ver voor zich uit. Niekman die de bal oppikt, de overtreding van Spelbos. Het meest alert bij de Zweedse spelervatting. Van Basten er niet aan in het duel met Magnus Andersson. Van Basten. Erlandsson die wegtrapt. De Zweed terwijl Van Basten balbezit heeft. Marco van Basten! Prima schot. En niet blind. Van Basten verlengt. Bosman. En Van Basten. Hoekschop via het been van Kent Jönsson. Maar de tweede goede actie van Marco van Basten. In samenwerking met Johnny Bosman. Binnen de minuut. Johnny Bosman. Belt de bal te ver. Bergkamp als de Zweden het niet kunnen bijbenen en een nieuwe hoekschop voor Ajax weg. Arvidsson. Van Basten. Voorzet van Wouters. Enqvist die wegverdedigt. Persson die de bal achteruit kopte. En dat kan niet. Doei, zijn. Spelbos. En weer een goede paas van Spelbos. Nu op Marco van Basten. Bewaakt door Kent Jönsson. Ajax houdt er slechts een inworp aan over. Kunnen nog. Rijkaard, niet lekker, maar hij vecht terug. Frank Rijkaard. Van Basten. Het is 1-0. Uitgewist Frank Rijkaard. Met de goede paas naar het goede heroveren van de bal. En Van Basten met zijn vierde Europa Cup treffer dit seizoen. Bergkamp, gewoon sneller dan zijn tegenstander. De overname van Marco van Basten. Bosman die weer voor de aansluiting zorgt. Muren. Rijkaard eigenlijk snel om het tempo in de wedstrijd te houden. Borje. In de voeten van Muren. Van Basten. Buitenspel Siloy. Zo'n lange aanloop. Maar weinig vol. Prima gedaan Marco van Basten. Palmer. En dan is het geen buitenspel. Enqvist. Muren naar Menzo af. Spelbos, Van Basten, met Jönsson in de rug. De overtreding kwam van Arvidsson. Opnieuw Van Basten. Op de tribune bekeken door Rinus Michels met het oog op de interland van... Geen enkele schroom deze 17-jarige. Het hoofd van Borje. Van Basten, Bergkamp. Voorzet van het schip. Regelen volgen.
Van Basten iets te mooi. Rijkaard. Van Basten wel buitenspel. Stelbos lanceert Van Basten, maar Hasseborje. Van Basten. Jönsson die de bal zo kan oppikken. Ook die loopt af met balbezit voor Ajax. Van Basten vastgehouden door Borje. Opnieuw Van Schip. Door hemzelf. Bosman. Van Basten. Ziet de bal langs zich heen gaan. Palmer. Palmer. Rijkaard. En plotseling Marco van Basten. Krijgt de bal niet lekker mee in het moeras. Een rol als vader de man was weggelegd. Een rol die hij nu mag waarmaken in de tweede helft. Die inmiddels is begonnen. Bij de Zweden voorlopen. Muur opent in de richting van Marco van Basten. Palmer. En Borje terug op Müller. Die nu het doel moet verdedigen. Van Basten met Borje. Rijkaard. Blind. Van Basten met Winter. Iets te kort teruggelegd en Quist een wilde trap. Het hoofd van Rijkaard. Van Basten. Stuur, Bergkamp weg. Bergkamp. Berg van Schip. Van Basten. Marco van Basten. En Lansom speelde de bal, natuurlijk. Van Basten appelleert niet eens naar terecht. Van Basten. Blind. Marco van Basten. Van Schip werd vastgehouden en Pauli heeft het gezien. Het is een strafschop. Deze wedstrijd vanaf 11 meter tegen Jan Müller. Van Basten laat de kans liggen. Winter. Van Basten. Hij maakte het bijna goed, Marco van Basten. Hier is hij weer aan de bal. Wat een mooie actie. Muren. En Winter. Duel. Aaron Winter. Van Basten, veel geluk heeft hij natuurlijk niet. Maar het gevolg zal hem wel tot tevredenheid stemmen. Vooral omdat Marco van Basten daar met een schitterende beweging bij betrokken is. Het schot van Muren wordt nog gekeerd. En dan is Winter daar. En met nog 9 punten van Zweedse kant. En de rollen zijn volstrekt omgekeerd. Verder even ten goede de voorzet van Danny Blind. Van Basten. Opnieuw Winter. En Müller met een moeizaam. Eerste hoekschop van Ajax. Lindman. Magnus Andersen. Probeert voor het eerst Eminovski te bereiken. Die gewoon de positie overgenomen heeft van Arvidsson. Bij de halve wereld. Vanavond heeft Dennis Bergkamp die. Van Basten. Kappen. Ruimte zoeken voor een schot. En Müller. Enquist. Van Basten. Krijgt de vrije trap tegen.
Maar hij is niet te beroerd. Siloy. Van Basten legt neer. Maar Winter reageert niet. 2-0 leidt Ajax. Dieptepaas. Van Basten. Nu kan het. Schitterend gedaan de manier waarop Jönsson, de 32-jarige verdediger. Van Basten, die de bal achter Jönsson kan oppikken. En vervolgens het geduld en de techniek opbrengt. En 3-0 scoort. Van Basten. Weer tegen Jönsson. Winter komt door het centrum. Van Basten wacht. Bergkamp van achter de tegenstander vandaan, dus niet buitenspel. Kan niet alles hebben. Rijkaard die de bal onmiddellijk terugbrengt. Borje. Eminovski. Winter. Buitenspel bij Marco van Basten. De Zweden zijn langzaam maar zeker inderdaad leeggespeeld aan het raken. Nu vlag de grensrechter wel voor buitenspel van Arnold. Leeggespeeld. Muren. Van Basten. Schitterend onder controle gebracht. En vervolgens een beetje uitgelokte overtreding natuurlijk van Haskamp. Müller die komen moet. En dan gaat de bal langs. Alles en niet. En zolang Ajax op de helft van de tegenstander speelt, kunnen er verder geen ongelukken gebeuren. 6 minuten nog. Lindman. Jönsson. Borje. Andersson. Bal valt voor Marco van Basten. Müller. Hennis. Eckhardt. Buitenspel dreigt, nu niet meer. Van Basten. Van Schip is aan de linkerkant. Van het Schip stuurde met het lichaam de tegenstander de verkeerde kant op. En hier is Winter. Eenzaam voorin, Marco van Basten. Van het Schip is nu naar de rechterkant weggeschoven. Van Basten.